Applaus, geweldig, mooi. Een handtekening ontbrak nog op de muurtekening van het WK in 2012. Philippe Gilbert is nu voor altijd vereeuwigd in de grotten van Valkenburg. Niet alleen met een handtekening, maar ook met een portret van hem toen hij voor de derde keer de overwinning pakte in de Amstel Gold Race. Ja, ik heb hier de meeste succes van mijn carrière gehad. En zoals gezegd net, ik ben ook van de regio. Een beetje kinderen van de regio. Dus dat is altijd speciaal dat ze kunnen heel mooie koersen winnen dicht bij u. Gilbert, ook al is hij een Waal, hij voelt zich een kind van de Limburgse heuvels. Niet gek, want in 2012 won hij hier de wereldtitel. En 2 jaar eerder won hij voor de eerste keer de Amstel Gold Race met ruime afstand. Het jaar daarna flikte hij het opnieuw. Gilbert, je bent echt een hele grote renner hoor. Ja. En dat de finish in 2014 verderop lag, dat maakte hem niet uit. België wint, dat is sowieso. Alleen de allergrootste worden geëerd in Valkenburg. Jan Raas heeft hem 5 keer gewonnen, maar ja, Jan wil nergens opdraven, dus dat is moeilijk. He, dat zou natuurlijk de mooiste ambassadeur zijn, een Nederlander. Maar ja, Philippe Gilbert, ja, die komt wel. En ja, hij is natuurlijk een van de mannen. We hebben ook een periode gehad met Michael Bogert, dat hij alle wedstrijden domineerde. En nou ja, dat Eddy Merckx in het begin van de Amstel Gold Race natuurlijk 2 keer won, heeft natuurlijk ook een trend gezet. Dus elke tijdspanne heeft zijn belangrijke mensen. Over 1,5 maand hoopt Gilbert voor de 4e keer de Amstel Gold Race te winnen. Ik kan zo niet spreken en ik denk dat ook niet, dat is ook niet, voor, niet goed voor het geluk. Maar ik denk dat ik kan nog een kans maken. Ja.